Goedendag, welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. Afgelopen nacht zijn wat onweersbuien ten westen van ons land over de Noordzee getrokken. Een deel van de bewolking die daarbij hoort, die trekt nu nog over het noorden en noordwesten. Vanuit het zuiden gaat echter de zon steeds meer doorbreken, en dan wordt het eigenlijk nog heel aardig zomerweer met hele hoge temperaturen van 25 tot 29 graden in de Kustprovincies en 30 tot lokaal zelfs 36 graden verder landinwaarts. In de loop van de dag steekt er wel een westelijke wind op en die gaat de hitte verder naar het oosten terugdringen. In het noordoosten en oosten is vanavond ook kans op een enkele regen- of onweersbui, maar in grote delen van het land zal het waarschijnlijk gewoon droog blijven. Dan morgen dan krijgt het hele land wel te maken met een aantal stevige regen- en onweersbuien. Eerst is er ook nog wat zon en dan wordt het nog 24 tot 30 graden met een matige westelijke wind. Op de maandag is de hitte verdreven. Het wordt dan nog wel redelijk zomerweer: 23 tot 27 graden met behoorlijk veel zon en een matige westelijke wind. Dinsdag keert de hitte even terug: 23 tot 29 graden, later wel kans op onweer. Woensdag is het een graad of 20 met een bui en wat zon. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl